Een groep gepensioneerden van het houtverwerkingsbedrijf Bruinzeel heeft vandaag een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. De gepensioneerden vragen hiermee aandacht voor het karige pensioen dat zij maandelijks ontvangen. Roel Barshati, vertegenwoordiger van de groep, zegt dat ze jaren bezig zijn geweest met de vorige regering en de verzekeringsmaatschappij Self Reliance over dit vraagstuk. Maar het belang van is de, dat we naar pensioen man en uw pensioen naar 175 kolo. In een Malibi, maar nu president van Conrad Aguilucuno voor hoge moest komen. Maar ze zijn aan de maf, Bruinzeel. En Bruinzeel man, we hebben dat die Bruinzeel in een periode per valita per meki. Dat Bruinzeel roko. Je hebt press op te vasten bij de. En daarom is mijn Brady dat bij RTU in je gesprekken met Brady Valk dat je hier. Want u benader voor de regering lange samen met mevrouw Simons. Maar nooit ook iets van waardering. Dus na dat DC, maar lange briefje is je press, dat is een nodig uit de IAB. Maar het is altijd mijn denk, is hij zet ons aan kong. Je hebt geen zo'n money maker, een bakasaka kan voertuig. Als ik u vertel dat Bruinzeel arbeiders 40 en 35 jaar dienst hebben en als die mannen hun pensioen krijgen is wanneer ze 61 jaar zijn, is misselijk. Terwijl overal ter wereld 60 jaar begin je pensioen te krijgen. Ja, de hoogste bedrag dat, dat je ontvangt ongeveer is 300 SRD. En de financieel directeur van Bruinzeel zelf krijgt 100 zoveel. 175 krijgt hij per maand. Dan was hij financieel directeur van Bruinzeel. Zo weinig is dat geld. Maar ja, niks. Alles moet je dan gaan vechten ervoor. Als ik je vertel wat de Self-Reliance doet met arbeiders. Dat je pensioen dat je moet krijgen bijvoorbeeld. Die mannen hebben niet eens oor om te zeggen laten we wat doen voor die mannen. Want zelf, je kan ook een beetje nadenken dat een persoon die met 175 kan leven. Dus dat is verschrikkelijk, daarom zijn we hier bij GP. En we hopen dat dit goed komt. Vicepresident Brunswijk beloofde de gepensioneerden dat hij deze kwestie meteen zal bespreken in de raadsvergadering van vandaag. Mee, Brady, dat hij afvertrouw de. En dat we bij Bribitaki arrekeren die Sayepunu. Dan wat betreft van pensioen, misschien even Bribitaki is 175 in normaal. Libi moro in Athene Saudi. Dus Athene is hier. Kan hij Athene dat 175 bij kan je prima doen? Niet. Dus zeker, hier, kolokut hier naar raad van minister de. Direct moet bespreken aan Bribitaki. En dan 2 uur met de president. Dan met de bakker de pe. Dan wil ik een soort oplossing ook gaan vinden. Ja? Zeker. Lucas, hoe kan je doen? Je bent niet op de telefoon van DC. Je bent niet op de telefoon. Na 4 uur wordt je al gebeld. Ja, wat doe je dan? Als je een stap hebt, dan heb je een stap. Maar ik heb een stap. Want ik ben niet op de telefoon. 2 uur ben ik bij de president. Ik kan het op 4 uur wordt je gebeld. Vicepresident Ronnie Brunswijk. De gepensioneerden van Bruinzeel willen liever vandaag dan morgen een reactie van de regering.